Hey iedereen, welkom bij Dutch Gamers United en in dit filmpje ga ik jullie laten zien hoe je de Awakening Challenges van Wolverine kunt halen om de Snicked Emote stijl te kunnen krijgen. De eerste challenge is Damage with Wolverine's Claws. Wat je hiervoor moet doen is andere spelers 200 schade met de klauwen van Wolverine toerichten. Het eerste wat we hiervoor moeten doen is dus Wolverine vinden en zijn klauwen oppakken. Ik heb Wolverine net genockdown en nu is hij dood. Ik pak zijn klauwen op. Ik hoor trouwens de helikopter. Ah, daar is hij. Dat is wel handig aan die visualized sound effects, dat je precies hoort waar iedereen vandaan komt. Even kijken, wat gaat hij doen? Hij gaat landen, gaat hij op me afkomen, kijken of ik hem kan zoeken. Oh, toch niet. Oké, let's go! Wauw, dat was snel. Heeft hij me eigenlijk wel geraakt? Ik zag het niet eens goed. Hè? Dat ging snel. Oké, ik hoor iemand, ik zie hem ook daarboven. Let's go. Man, die klauwen zijn echt sterk. Ze shredden echt door mensen heen. En ook handig dat de powers van Wolverine ook op jou werken. Dus dat je langzaam health erbij krijgt. Yes, en dat was de challenge. Damage with Wolverine's Claws. 200 damage. Dus dan kunnen we zo door naar de volgende. En dat is Regain Health as Wolverine. Ik ga eerst even hem nog pakken. Nou, hij ziet niet eens waar ik ben. Dag. Even kijken wat we krijgen. Challenge complete. Wolverine challenges de emoticon Weapon X en de outfit Wolverine. Ja, ja, die ziet er goed uit, hè? Oké, we gaan door met de volgende challenge en dat is Regain Health as Wolverine. En het enige wat je hiervoor hoeft te doen is 100 health terug genereren terwijl je Wolverine bent. Oké, ik ben hier met iemand in gevecht. Ik zorg dat hij me damage doet. Yes, dat is wat damage. Dan kan ik nu deze slurp truck slopen. En dan krijg ik wat health erbij. Ik moet wel zorgen dat ik niet dood ga. Oh ja, doe maar damage. Dan kan ik meer krijgen. Yes. Oké, dat is al een gedeelte van de health terug. Even kijken. Ik bouw even een brug hier. En als ik val, dan doe ik mezelf damage. En dan kan ik daarna naar het kampvuur lopen. Ik denk dat dit ook de makkelijkste manier is om te doen. Van een kampvuur opzoeken. Vallen en zorgen dat je 100 health krijgt van het kampvuur. Zo, bijna. Kom op. Hey yes, en dat was hem ook alweer. Regain health as Wolverine. Dus de makkelijkste manier is om het gewoon met de kampvuur te doen. Je krijgt trouwens een banner voor deze challenge. Die laat ik je nu zien. En dan is het tijd voor de laatste. En dat is emote as Wolverine. En dat kan je doen door op de Panther's Prow landmark te gaan staan. En als je daar de emote doet, dan unlock je de Snicked-style emote voor Wolverine. En heb je zijn challenge gehaald. Kort filmpje, maar toch bedankt voor het kijken. Vergeet niet om te liken of een reactie achter te laten. Vind ik altijd leuk om te lezen. En abonneer jezelf op mijn kanaal als je meer content zoals dit wil in de toekomst. Dankjewel, dit was Dutch Gamers United. Tot de volgende.